Hey, allee hop. Wij zijn hier nu ruim 6 weken in Boros. En het bevalt ons erg goed. Zoals jullie nu misschien kunnen zien, is het weer aan het sneeuwen hier. En er wordt vanavond en vannacht nog een heel pak sneeuw verwacht. Het is al de zesde keer dat hier een pak sneeuw ligt. Dus dat is een enorm leuk uitzicht. En de kinderen vinden het heerlijk om in de sneeuw te spelen. Het is natuurlijk wel begin maart, dus, maar wij zitten nu in een hele koude periode. Het gaat richting de 's nachts richting de min 20. Maar overdag warmt het wel op tot nou, min 1 of min 2. En verder is het hier gewoon goed te doen. Vandaag waren de kinderen vrij, want ze hadden studieverlof. En dus ik had alle kids en dan heb ik ze meegenomen naar de bibliotheek. En daar hebben ze zich allemaal vermaakt. We hebben ook een aantal boeken geleend en teruggebracht. Maar de bibliotheek, de stadsbibliotheek hier in Boros, is echt een hele mooie bibliotheek. Hele mooie afdeling voor kinderen. Waar ze kunnen spelen, waar ze kunnen zitten. Lange tafels waar ze aan kunnen lezen. Ja, dat is echt geweldig. En Rehan vond het ook heel leuk om dat te doen. Rehan was druk bezig om uit ongeveer elke stelling een boek te pakken, naar een bepaalde plek te lopen waar een zitje was. En er lag een tapijt en dan gooide ze het boek op het tapijt en ging ze ernaar zitten. En dan kon ik het boek weer terugbrengen en dan ging ze weer in een andere kast, andere boek uithalen. Nou, zo zijn we ongeveer 3 kwartier zoet geweest. En ik ben nu even het eten aan het voorbereiden voor vanavond. Het is al bijna 4 uur en de kids beginnen honger te krijgen. Dus ik ben nu alvast begonnen met wat voorbereidende werkzaamheden. Een van de dingen, heel typisch Zweed, noemen ze köttbullar. Zijn vleesballetjes, zoals je ze misschien van de IKEA kent. Maar die kun je hier in allerlei van allerlei verschillende merken in de supermarkt vinden. Ik zal jullie even laten zien. Kijk, een mooie köttbullar. Kinderen zijn er dol op. Wij niet, want zoals jullie misschien weten of nog niet weten, zijn zowel Farah als ik sinds begin dit jaar vegetarisch. Farah is al, ja, vegetarisch zijn we wel, maar vegetariër. Nou, eigenlijk zijn we helemaal niet vegetarisch. We zijn organisch. Maar wat ik wilde zeggen is dat varen is het al een, nou, 3 jaar nu of zo. Ik weet het niet eens precies. Maar sinds begin dit jaar heb ik mij als een van mijn goede voornemens besloten om ook als vegetariër door het leven te gaan. Zo, dan weten jullie dat nu allemaal. En dan zeg ik tot de volgende vlog. Doei doei!